Iets helemaal anders dan. Hallo. Heb jij nog nieuws daar? Ik ben de zus van mijn broer. Ik zou er toch mijn geld niet op zetten. Wat zit daarachter? Death threats. Spitsvondigheid. Martin Tange. Iedereen is journalist. We hebben hier mensen die het niet mee kunnen volhouden. Dat uw mening niet telt. Koude rillingen, spierpijn en ook wel wat koorts. Maar de eerste keer is het toch bijzonder. Pijnlijk. Daar ben ik zeker van. I talk with the police officer. He said to me. Civilize or exterminate us. Kazie wel het advocaat, maar zei het. Merry Christmas. Ja. Elk klein beetje goed nieuws is natuurlijk heel erg. All I want for Christmas. Kook. This is bad news. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en het is nog steeds de schuld van de sossen. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. De enige show waar je zowel naar uitkijkt als op neerkijkt. In mijn tijd was Europa de wereld, tot een verwarde zuiderling het oosten wou vinden door naar het westen te gaan. Dus dit is Amerika. Laatst kregen we te horen dat Joe Biden de nieuwe president van Amerika wordt. Alleen is er één probleem met die uitspraak. We think there's a lot of fraud. Niet alleen Trumps aanhangers zijn hiervan overtuigd, zelfs zijn advocaat. Rudy Giuliani is ervan overtuigd dat Trump de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Nu eisen ze dat alle stemmen herteld worden. De hertelling in Georgia wijst uit dat het verschil tussen Joe Biden en Donald Trump er 12.000 stemmen bedraagt. Maar ze hebben de illegale stemmen ook opnieuw geteld. Zo dus heeft Trump voor zijn fraudeclaims geen bewijzen kunnen aanleveren. Team Trump aanvaardt de nederlaag niet. De nederlaag wordt niet aanvaard. Maar dat betekent niet dat hij niet gaat vertrekken. En voor het eerst heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij zal vertrekken. Hij aanvaardt gewoon de nederlaag niet. Maar zijn nederlaag aanvaarden, dat doet Trump eigenlijk nog altijd niet. Ondertussen heeft Biden al een deel van zijn team bekendgemaakt. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en de voormalige voorzitter van de Fed, Janet Yellen. Jen Psaki was in de regering Obama ook woordvoerder van buitenlandse zaken. Eigenlijk is dit een wraakactie. Een soort wraak van het establishment is de wraak van de gevestigde orde. Bjorn, als je ziek bent, blijf dan in uw kot. Ik meen het. En neem het Trump-vaccin. The vaccine will vanquish the virus. Of zijt je een never-Trump anti-vaxxer? If the Trump administration approves a vaccine, should Americans take it and would you take it? If Donald Trump tells us that we should take it, I'm not taking it. Och, Kamala, ik kan niet wachten tot dat je president bent. She will never be president. Ja, maar dat zeiden ze van u ook. Goed, dichter bij huis dan. Dan zijn we in Afrika. Is technisch gezien dichter. We gaan naar Ethiopië, waar de mens is ontstaan. En een week na de eerste homo's was het al direct boel. De oorlog in Ethiopië draait om macht en dreigt uit te monden in een burgeroorlog. Je moet begrijpen, Ethiopië is een multinationale staat. En dat zorgt voor problemen tussen de bevolkingsgroepen. Tussen premier Abiy Ahmed, een Oromo, en de Tigreërs. De Oromo en de Tigreërs zijn twee verschillende volkeren met een verschillende taal, een verschillende cultuur, zelfs een verschillend geloof. Je zou het kunnen vergelijken met België, moest Vlaanderen alleen uit bachtende kupen bestaan. Sinds begin deze maand is er een gewapend conflict aan de gang tussen de centrale regering in Ethiopië en de regionale regering van Tigré. Voor een conflict zijt je meestal met twee. Toch is hij één opvallende schuldige. Premier Ahmed heeft het bevel gegeven om de regionale hoofdstad Mekele aan te vallen. Hij was zowel ongeduldig als onmenselijk. Hij gaf de plaatselijke leiders 72 uur om zich over te geven. Burgers konden zich maar beter uit de voeten maken, zo klonk het. Dit waren de woorden van een winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Vorig jaar kreeg hij nog de Nobelprijs voor de Vrede. Vandaag voert premier Abiy Ahmed een oorlog in zijn eigen land. Met die prijs komt hij terecht in een clubje van de grootste klootzakken die de wereld ooit gekend heeft. Nu lijkt het erop dat de oorlog gedaan is. Kapotgeschoten tanks en lijken langs de weg vertellen dat hier een harde strijd geleverd is. Maar daar lijkt het alleen op. De strijders in Tigray beweren dat ze nog altijd weerstand bieden aan het Ethiopische leger. Uit verder onderzoek blijkt dat de Tigrinya ook land van de Amhara hebben ingepikt, waardoor het Ethiopische leger nu
kans Tigray bezet. Blijf telk in uw hoek en een onafhankelijk Tigray nu. Nog dichter bij huis komen we terecht op een klein grijs eiland, waar we enkel slecht nieuws vernamen. We cannot continue with Christmas. Engeland raakte in paniek, en wel door dit nieuws. Een nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus. Een beetje paniek is ook op zijn plaats. De nieuwe stam van het virus verspreidt zich sneller dan de vorige. Dit zou wel eens 28 days later kunnen zijn. Rap, barricaderen alle gebouwen. Hele regio's van Engeland gaan opnieuw in lockdown. Gelukkig was er 4 jaar geleden al een Brexit, dus wij vastelanders hebben hier niets te vrezen. Voorlopig hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk alleen afgesproken om verder te onderhandelen. Oei, dan zijn de grenzen nog open en kunnen de zombies hier geraken. Via de tunnel onder het kanaal. Oh shit, het is 28 weeks later. En wat de doos ook beweert, hij was niet beter. Nu moesten die woedende aapjes echt zijn, dan zagen ze er waarschijnlijk zo uit. Groot probleem. Duizenden vrachtwagens die al dagen staan te wachten om het Verenigd Koninkrijk uit te raken. Door die nieuwe coronamutatie konden onze truckchauffeurs niet meer naar huis. Dat we nu met kerst gaan thuis geraken, dat is nog altijd koffiedik kijken. Spoiler alert, ze zijn er niet op tijd geraakt. Ook al hield niets hen tegen, de grenzen waren open. Voor wie een negatieve coronatest kan voorleggen. Maar dat bleek eerder een heel flauwe mop. De meeste vrachtwagenchauffeurs hebben daar niets aan, want ze kunnen niet zomaar naar een testcentrum. Ik zou u nu de schuldige willen aanwijzen, maar ik heb geen rijbewijs. Daarom vroeg ik het aan mijn logistieke partner. Ah, truckchauffeurs die liggen mij nauw aan het hart, want ik heb zelf een rijbewijs C gehaald in de tijd dat ik manager van de truckchauffeurs was. Wat er nu gebeurt in Groot-Brittannië, het is allemaal terug te leiden naar de Brexit. Dat is de grond van het probleem, maar de grote grond is de hond Guy Verhofstadt, oorlogstoker. Je weet wel, dat geflipt konijn die gezegd heeft, we gaan als chantagemiddel het moeilijk maken. We gaan de Britten zoveel mogelijk pesten, zodat er niemand die Europese Unie verlaat. Dat is het probleem dat er gebeurd is. En daarvan zijn die truckchauffeurs het slachtoffer. Om een beetje plezier te hebben, moeten zij truckchauffeurs worden. Dank u wel. Ik heb zijn woordspeling niet altijd begrepen. Dank u, dokter. Als volgende nieuws heb ik één iets te zeggen. 1801. Dat is een getal. Heel goed, Goedele. Maar bovenal is dat... Dat is bijna 30% minder dan de week ervoor. De coronacijfers zijn aan het dalen. Daarom wordt het misschien eens tijd om een postmortem van deze vingerval op te maken. Vrouwen werden het slachtoffer. Vrouwenorganisaties wijzen erop dat er door de coronacrisis en bijhorende lockdown nog meer geweld is op vrouwen dan andere jaren. Daar hebben we niets van gezien. Veel van het geweld blijft vaak onzichtbaar. En ook de politie krijgt klop. Het is maar één van de recente incidenten waarbij politiemensen worden aangevallen. En voor sommige vrouwentoekers is dat twee vliegen in één klap. Moi, j'ai été bousculée dans la bagarre, vraiment malmené. Tevens een groot probleem zijn mijn lange haren. Bij ons zijn de kapsalons dicht. En dat is belachelijk, want een kapbeurt krijg je geen corona. Kapsalons en schoonheids salons zijn wel degelijk risico's voor de verspreiding van het coronavirus. Ja, maar wie zegt dat? Dat blijkt uit een studie die de overheid begin deze maand had besteld. De overheid betaalt voor een studie die hen gelijk geeft. En jij trapt daarin. Maar de oplossing kwam van een dermatoloog. Goed nieuws. Sinds gisteren mogen de prostituees terugwerken. Mocht ik aan single zijn en haar op mijn schedel hebben, ik zou zeker naar een prostituee gaan om haar in sexy outfit mijn haar te laten knippen. Daar moet het trouwens geen schrik voor hebben. Dat is volledig legaal. Maar het is op zijn minst in strijd met de geest van de coronamaatregelen. Geesten bestaan niet, Annelies. Dat weet ik nu al een jaar of twee. Vind dokter De Vos in de beschrijving. Ook de zorg heeft afgezien. Voor mensen in de zorg is het een keihard jaar geweest. En echt van al was die keer dat de VRT op bezoek was bij de intensieve zorg. Is dat iets waar jullie vaak mee geconfronteerd worden? Ik vermoed van wel. Het is uiteindelijk de intensieve zorg. Op intensieve zorg
zorgen halen we patiënten graag erdoor, maar soms heeft het geen zin. Nogmaals, ik ben vrij zeker dat dat uw beroep is. Maar goed, het is kerstmis geweest, dus geef die mensen ook iets. Daarom krijgen ze allemaal nog dit jaar een extra aanmoedigingspremie. Een blijk van waardering voor het ziekenhuispersoneel. Maar weet dat uw premie bruto is, dus je zult nog een deel mogen afstaan aan de staat. Bruto premie van maximaal 985 euro. Met het volgende goede nieuws is alle armoede de wereld uit. Gezinnen met kinderen die met weinig moeten rondkomen, die krijgen een coronapremie van de Vlaamse overheid. Nog voor het einde van het jaar komt er met het kindergeld eenmalig €33,67 extra per kind. Nu hoor ik u al denken. Een eenmalige premie per kind van net geen 34 euro. Is dat een oplossing voor de kwetsbare gezinnen? Laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn. Dat is niet zozeer een premie als een kaakslag. De ellende zal blijven duren voor de mensen die het al moeilijk hebben. En er is nog meer armoede in ons land. En ook in ons land bestaat menstruatiearmoede. Maar daar kan ik helaas niets over zeggen. Schoenmaker, blijf bij uw leest. En mijn leest is spreken. Gelijk in de mis. Misvieringen waren er niet echt op deze kerstdag. Gelukkig ben ik een online predikant, want je geraakt de kerk niet meer binnen. Nu mag de mis maar opgedragen worden voor 15 aanwezigen. En dat is belachelijk weinig, zeker in de basiliek van Koekelberg. Daarom trok een groep priesters naar de Raad van State. En de seculiere Raad van State zei wat ver foutre, dat is kerklatijn. Maar de Raad van State heeft hun vraag vanmiddag verworpen. Een ja hebt je, een nee kunt je krijgen. Moeten de Joden gedacht hebben. Zij vierden Chanukka gewoon in de synagoge. Er waren 80 mensen aanwezig, veel meer dan toegelaten. In tegenstelling tot misvieringen was dit volgens hen wel toegelaten. Omdat ze individueel aan het bidden waren en het geen gezamenlijke eredienst was. Ik vond dat goed gevonden. Onze minister van Binnenlandse Zaken dacht er het hare van. Mijn eerste reactie daarbij is toch dat dit juridisch geneuzel is. Spitsvondig geneuzel. Nu moest het niet werken, kun je ook nog altijd antisemitisme roepen. We hebben ook wel indicaties dat ze proactief synagoges opzoeken. Kun je niet gewoon zeggen dat de persoon rechts van u uw knuffelcontact is? Los van uw geloof, alle feesten zijn verpest door stomme maatregelen. Binnenshuis mag een gezin in ons land één knuffelcontact ontvangen, dat wisten we. En op 24 december maakten ze de regel nog stommer. Nu blijkt dat ook kinderen onder de 12 jaar al zo'n knuffelcontact aanzien worden. Groot probleem voor grootouders die hun kleinkinderen willen ontvangen. Dus mijn dochter mag hier komen, maar haar twee kleine kinderen, die moet ze dan maar alleen thuis laten of zo. Niemand begreep de regel, zelfs de flikken niet. Die mijn 12-jarige, die discussie die vandaag gevoerd wordt, sorry, maar we zijn kerstavond. Voor ons is dat een non-issue. En als niemand de regel begrijpt, dan doet iedereen gewoon wat hij denkt dat het moet en dan zijn die zo gechoqueerd dat de cijfers naar omhoog gaan. De waarheid komt uit een kindermond. Dat wij kinderen de regels niet verstaan, dat ligt zeker niet aan de politiekers. Ik begrijp dat mensen heel ontredderd zijn. Als ze dat niet begrepen hadden. Het ligt aan u. Jij hebt het niet begrepen. De regels moeten opgevolgd worden. Frank van den Broeke is de niet verkozen minister van Volksgezondheid in de regering die niemand wou. Bij zijn aantreden werd Frank van den Broeke alom geloofd om zijn daadkracht en no-nonsense communicatie. Niemand buiten de VRT heeft dat krapul geloofd. Ik heb hem direct een fraudeur en een zakkenvuller genoemd. En nu kan hij ook emo-politiker aan zijn cv toevoegen. Er liggen 2465 mensen met COVID in de ziekenhuizen op kerstavond. En zijn lichtgeraaktheid heeft drastische gevolgen, zoals dit. Niet-essentiële winkels ook onmiddellijk dicht. Het sluiten van de niet-essentiële winkels had geen aantoonbare impact op het aantal besmettingen. Hij neemt zijn beslissingen uit angst. Angst die hij waarschijnlijk zijn eigen heeft aangedaan. Weet je dat er vandaag mensen zijn die in grote angst en onrust leven? Mensen die dringend een operatie nodig hebben en die moeten wachten, want het ziekenhuis ligt vol met COVID-patiënten waarvan er ook veel sterven. Dit panikeren kan hij zelfs in het Frans. Donc,
Oui, c'est dur. C'est dur. Wie heeft Pepa niet benoemd tot coronadictator? Wel, het was het sterke in de vooruit. Dag allemaal. Ook Conor Rousseau nam die beslissing in paniek. Op dat moment zijn ons zorgpersoneel in woonzorgcentra en ziekenhuizen aan het kreunen van de druk. Dus dankzij die scheidluizen kunnen wij nu gezond en gelukkig wachten op... De jeugdvereniging, de sportclubs, op elkaar kunnen vastpakken tot een onbekende terug binnendraaien op een festival. Hebt je het gehoord? Onbekende terug binnendraaien op een festival. 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 Noem maar op. Hoe om te weten waar uw prioriteiten liggen? Festivals eigenlijk er zot kunnen doen. Maar de kleurrijke coalitie valt nu al uit elkaar. Het is niet nieuw dat tegenstanders iemand proberen natuurlijk aan het wankelen te brengen wat niet gebeurd is. En mij onder meer. Ja. Ik heb het eens opgezocht en volgens mijn onderzoek is uw regering kut. Deze regering is goed begonnen, is goed bezig. En deze uitspraak heeft heel veel weg van de coronamaatregelen. De wetenschappelijke basis daarvoor is miniem. Alweer bepaalt een luidruchtige minderheid de ijsberg kruisende koers. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Joe Biden is de eerste president verkozen omdat hij niet Donald Trump is. 2. Als je truckchauffeurs niet beter behandelt, zitten we subiet met 28 months later. 3. Corona is de levensverzekering van de klote regering. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit gestrand showke. Ik zie u graag met de beste wensen voor 2021 en ik laat u nog met dit. Hier zetten we er een punt achter. En wegwassen.